Hallo iedereen, welkom in Peters Keukentje. Ik ga vandaag een Cubaans broodje maken. Ze noemen het ook een Cubano. En ja, wat heb je nodig? Een broodje heb je nodig. Pulled pork. Ham. Kaas. Zwitserse kaas. Een paar reuken. Mosterd. En een beetje knoflookolie. Ik heb de broodjes, die ben ik nu aan het voorverwarmen. Als ze zijn voorverwarmd, dan ga ik ze met... Ga ik ze met beleg doen. Eén helft komt mosterd. Ik heb mijn cameraatje staat hier vlak voor mijn neus. Dat is eigenlijk een beetje onhandig, maar ik probeer het toch maar. Goed, dat is de mosterd. Op die andere doe ik wat zonnebloemolie met... waar knoflook in gebakken heb. Dus sommige mensen doen het ook met mayonaise, maar volgens mij is dat niet de bedoeling. Dit is gewoon knoflookolie. Dan komt op die rechtse ham twee plakjes. En een paar reuken. Dunne plakjes gesneden. Dan komt op die mosterdkant komt Zwitserse kaas. In mijn geval heb ik een stukje Emmentaler gehaald. Dus er mag best wat op. Dan doe ik hier op die pulled pork. Want ik moet ze omvouwen. En ik ben niet zo handig natuurlijk met het cameraatje voor mijn neus. Dus ik doe het even met mijn hand. Die pulled pork heb ik gekocht. Die heb ik niet zelf gemaakt. De volgende keer ga ik hem zelf maken. Ik heb net een andere oven en ik weet sinds vandaag hoe die werkt. Maar goed. Dus ik was heel even mijn handen. Dan doe ik hem erop. Ik smelt wat roomboter op mijn plaat. Het is op zich niet echt een broodje als je op dieet gaat, maar... Ik doe er ook nog wat roomboter op. Het is natuurlijk handig als je het met gesmolten boter doet. Maar... Zo lukt het ook. Duurt even iets langer. En dan kan hij dicht. Ik heb de grill wat hoger gezet. En ja, als die gauw bruin is en de kaas gesmolten is, dan is die klaar. Dus we gaan zo even kijken. Zo te zien is die klaar. En dat is een heerlijk broodje om een keer uit te proberen. Ik heb in dit geval vandaag een zacht broodje gebruikt. Maar je kunt natuurlijk ook een half stuk broodje gebruiken. Of een panini broodje, weet ik wel wat. Gewoon waar je zin in hebt. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.